Vandaag viert Gorkum Feest, want Sinterklaas en zijn pieter zijn gearriveerd in deze Zuid-Hollandse vestingstad. Dieuwardje Blok, 66, neemt de rol van presentatrice voor haar rekening tijdens deze feestelijke intocht. Dieuwardje Blok is al 22 jaar het gezicht van het Sinterklaasjournaal. De 66-jarige presentatrice begon in 2001 en heeft sindsdien de Sinterklaasintocht gepresenteerd, eerst met Rick Hogendoorn en later met Jeroen Kramer vanaf 2007. Naast presenteren heeft Blok ook geacteerd in Sinterklaasfilms, zoals Op Bezoek bij Sinterklaas in 2008 en het Sinterklaasjournaal, The Mesing Movie in 2009. In 2012 ontving Diwertje Blok een Gouden Pepernoot Œuvre Award voor haar waardevolle bijdrage aan de Nederlandse Sinterklaascultuur. In 2013 won ze de Gouden Stuiver voor het beste kinderprogramma tijdens het Gouden Televisiering Gala. Blok die twee kinderen heeft uit een vorig huwelijk en later met fotograaf Paul de Bruin een zoon en dochter kreeg, vond uiteindelijk liefde bij haar huidige man, Peter de Bie. Leer Diewertje blok beter kennen en keer terug in de tijd om te zien hoe het Sinterklaasjournalicoon er vroeger uitzag.